Nou, al is de eerste plek dan al vergeven, maar de nummers 2 en 3 nog steeds niet. En er zijn nog maar 5 wagens, dus die kansen worden steeds groter. Weet je me nog te herinneren, die wagen Zep, met die grote man die zo een beetje loopt te zappen, een beetje verveeld achterover hangt, met die leuke lapjeskat en die leuke hond en die details. Die is van jou mede, hè? Ja, dan is het in ieder geval opgevallen. Dat er inderdaad een oude man achterover gezakt in de stoel zit. Ja, ik hoop dat hij dadelijk opspringt eigenlijk. Dat zou mooi zijn, hè? Dat zou heel mooi zijn. Ja, tweede plek zou... Wat denk je? Nee, als... We zouden ontzettend blij zijn als we... Want er zijn natuurlijk niet zoveel plaatsen meer over. Maar als we dan de top 10 binnen zouden kunnen komen. En dan ben ik met 8 al heel erg dik tevreden. Ja, het worden steeds minder plekken die nog te vergeven zijn, hè? Dat klopt. Ja. Maar ja, goed, er zijn nog steeds minder wagens, dus ja. Ja. Ben je het eens met de uitslag uiteindelijk van de ballonnen? Hartstikke eens. Ja, was duidelijke winnaar. Er valt helemaal niks op af te dingen. Wat dat betreft heeft de jury het goed gedaan. Nou, hopen dat hij dan jullie ook een goede punt heeft gegeven. Ja, daar zou ik ze in ieder geval heel erg dankbaar voor zijn. Dat gaat het volgend jaar weer doen? Dan moeten we na die corso maar eens even bekijken. Zou je willen? Ja, willen altijd. Alleen, ja goed, het vergt ook veel energie. Dus ja, we moeten eens kijken of dat ieder jaar op te brengen is. Nou, wie weet zie ik je volgend jaar gewoon hier weer. We zullen zien. Eerst maar eens even afwachten tot de wagen weer gaat komen. En dan zullen we het zien of dat de wagen Zep uiteindelijk met een tweede of derde plek even doorgaat. Of wordt het misschien een andere mooie notering. Als u denkt, we horen technische storingen. Nee, dames en heren, het is Frans die het niet kan laten om te zeppen. En ik denk dat veel van de ontwerpers en van de buurtschap mensen dat vanavond ook gaan proberen. Gaan ze nog even zeppen. Proberen nog even om een Brabant te kijken. Maar ik weet zeker dat veel van de ontwerpers en de mensen die afgelopen nacht, de hele nacht hebben doorgewerkt, die gaan in slaap vallen. Maar wij vallen voorlopig nog niet in slaap, want hij is voor de tweede keer op de markt. Buurtschap Wernhout, applaus voor Zep. Tom, en aan jou weer de verlossende woorden voor het buurtschap. Wat heeft Wernhout dit jaar gereden? In ieder geval een derde publieksprijs. De derde publieksprijs is voor buurtschap Wernhout. Die kunnen ze in elk geval opkomen halen. Daarnaast gaf de jury 632 punten. En dat betekent een derde plaats. Een derde plaats voor Wernhout. 632 punten en een derde publieksprijs. En graag een vertegenwoordiger van het buurtschap. Zeg Erwin. En dan zegt Erwin, ja, ik weet het niet hoor, een eerste, tweede of een tweede of een derde prijs. En dan een derde publieksprijs en gewoon de derde plek. Ja, het is gewoon hartstikke geweldig. Ik kan er niet meer van zeggen. Het is zo mooi. Kijk of we Barry nog kunnen strekken, jouw medeontwerper. Ja, die moet er even, want jullie moeten prijzen in ontvangst gaan nemen. Even kijken, ja hoor, Barry, waar is die? Daar is die, die staat met omhelzen. Barry, kom er eens bij. Zeg, leef je nog een beetje, Barry? Ik ben helemaal kapot, maar echt ongelooflijk. We hebben ze hard gewerkt. Echt, ze hebben echt kont onder zichzelf vandaan gelopen vannacht. En iedereen bleef maar zitten. Het was zo'n bakwerk. Ja, en derde prijzen hadden we nooit durven te vallen. Echt ongelooflijk. Oh, wat valt er veel van jouw schouders af nu voor, ja, ik. Ja, het is echt... Het is, ja. Ik heb er echt gehoord. Het is echt ongelooflijk. Je moet de prijs in ontvangst gaan nemen. Is dat zo? Ja. Dan gaan we eens doen dan. Ik mag hem gaan halen. Ja, dankjewel. Gaan we naar beneden. Ja. De eerste verwachting tot morgenavond.